I did not. I repeat, I did not sleep with that young intern. As a matter of fact, I was up all night! Hallo, welkom bij een nieuwe video van Dutch Generation X, het enige en dus ook beste Nederlandstalige wrestlingkanaal op YouTube. Vandaag, zoals gewoonlijk, we zijn er een paar weken uit geweest, waaronder omdat ik niet helemaal lekker was. De week van WWE, ik weet niet welke week dit precies is, maar volgens mij week 21 of 22. En dat doe ik niet alleen, ik heb bij mij Sjoerd. Hallo Sjoerd. Hoi Vic, yo gasten, we zijn er weer. Daar zijn we weer. Deze keer iemand anders dan Mark, van wie we gewend zijn, die is er niet. Dus Sjoerd, je komt mij helpen om de week van WWE te kunnen bespreken, Raw, SmackDown en NXT. Sjoerd, even vooraf. Vond jij het een goede wrestling week? Deze week was vrij decent. Ik vond het leuk. Eerlijk gezegd, normaal gesproken vind ik Raw en SmackDown. En nou, eigenlijk NXT nooit. Niks tegen NXT trouwens. Maar maandag en donderdag zijn eigenlijk de Monday Night Raw en SmackDown. Zijn eigenlijk de laatste tijd niet zo heel erg goed. Vind ik. Maar ik kom wel telkens weer terug in, zeg maar. Ik zal niet, zeg maar, een show gaan skippen, want ik kijk het wel altijd. Dus deze week was heel erg... Ik vond het wel leuk. Ik vond het een decent week. En jij? Ja, ik heb er niet zo heel veel tegen. Ik heb weinig te zeggen over NXT. Raw was wel beter dan de Raw vorige week. Mm-hmm. En SmackDown was ook beter dan gewoonlijk. Dus eigenlijk hebben ze best wel goed gedaan. Matches, ja. Ja, dat was wel redelijk. Ze gaan telkens klimmen, hè. Klimmen richting de brand split. Dat is ook altijd niet onbelangrijk natuurlijk. Ik ben heel erg benieuwd of SmackDown zichzelf staande gaat houden en hoe en wat. Ik heb er wel heel erg zin in. Ze hebben in ieder geval een goede go-home week gehad. Absoluut. We gaan beginnen bij Raw van deze week. De Raw van 13 juni 2016. Mijn verjaardag. Goed bezig. Ja, wat vonden we minder aan Raw deze week? Ja, Sjoerd, jij hebt er niet echt over opgeschreven, maar ik wel. Laat ik bij de obvious beginnen, de Shining Stars vignette. Dat is iets waar ik me zo erg aan erger dat ik er gewoon niet heel veel over ga zeggen. Het is iets belachelijks, het moet van mijn tv af. Het slaat nergens op, want we hebben pas één match gehad, maar ongeveer 20 vignettes ondertussen. Waarom hebben ze zoveel vignettes? Ja. Fuck die video packages. Gewoon. Ja, het zijn gewoon promo's, weet je, maar... Nee. Nee, ik vind het ook, ze kunnen beter... die gasten releasen en gewoon niet meer naar omkijken. Want ik snap het niet. Want ze worden 1000 keer gerepackaged en weer gerebuild en al die bullshit. En dan krijg je opeens al die 1000 packages. En dan opeens krijgen ze één match. Dat is een squash match die totaal niet over is bij het publiek. Oh, dan krijg je weer hetzelfde van. Kom op WWE. Want het drinkt bij je door. Die gasten zijn niks. En ook dat enige redding op dit moment is Carlito. Dat zou nog een beetje voor heat kunnen zorgen. Voor een beetje... kijkcijfers. Op dit moment is het gewoon helemaal niks. Klaar. Oké, goed, gaan we door. Ja, want ik ga hier niet veel over zeggen, want ik noem dit bijna elke week, omdat het gewoon elke week weer een punt van ergernis is, waar ik me gewoon aan dood erger. Absoluut. Dat is net zoals de hele Breezango versus Golden True View, die kan ik ook wel weer gaan noemen, maar dat ga ik ook niet doen. Nou, ik we gaan naar iets wat ik wel schokkerend vond. En dat was Paige versus Charlotte. Yep. Waarom wint Paige hier? Ik hou van Paige. Ik vind Paige een hartstikke goede women's wrestler. Maar waarom? Ja. Waarom verliest Charlotte hier? Wat is de... Paige heeft geen... geen doel in deze storyline. Je zou toch hopen dat je women's champion een beetje sterk wordt neergezet naar aanleiding van een... naar aanrichting van een tag team match op pay-per-view. Waarom wordt er nu al geteased dat Dana Brooke en Charlotte uit elkaar gaan? Allemaal van dat soort dingen. Dat is allemaal van dat soort dingen waarvan ik denk van... We willen weer veel te snel. Was een beetje overbodig inderdaad. Je kan beter Charlotte op dit moment heel erg sterk neerzetten. En ik snap dat ze die heat willen hebben van Dana Brooke en Charlotte. Maar weet je, dan doen ze ook die tag team match op de pay-per-view. Weet je, ik vind het eigenlijk maar een beetje allemaal overbodig, want dit gaat gewoon nergens over. Dit is weer zo'n typisch tussenstop. En ik denk dat ze persoonlijk beter Dana met Charlotte kunnen houden. Ja, tot in ieder geval Dana zelf standen kan houden. Want... Ik vind het gewoon een beetje absurd, want je zet ze bij elkaar en twee weken later is het alweer hommes. Dat slaat toch allemaal nergens op?
Precies. Laat ze op zijn minst even sterk lijken of zo. Kom aan. Nu lijkt het net of je heel die Ric Flair scène dus gewoon weg hebt gegooid. Ik vind het helemaal totaal bullshit, eerlijk gezegd. Ja, je raalt in principe Ric Flair in voor Dana Brooke. En dan gebeurt er dit. En dan moet dit nou dan Charlotte zich kut laten voelen of zo. Oh, ik kan niet mijn vader moeten wegdoen. Dan denk ik van, nee, dat is, fuck, ze is een heel, kom aan. Ja, ik moet je zeggen, door al deze omstandigheden kijk ik ook veel minder graag naar Charlotte. Ik vind Charlotte een prima wrestler, alleen op de manier hoe WWE nu met haar omgaat, ja, ik vind het gewoon niet leuk meer, man. Kijk, als ik hoor dat ze praat tegen Dana Brooke, dan vind ik dat het wel weer lekker heel is, weet je wel, en ze doet het goed. Ik denk ook echt wel dat het een pluspunt is om haar met Dana Brooke te zetten in plaats van met Ric Flair, maar ik vind gewoon dat het niet zo snel moet gaan. Ik vind niet dat het nu al moet zijn dat Charlotte zoiets heeft van fuck Dana Brooke. Ja, precies. Het is hoeveel weken is het? 2 of zo? 1, 2, geloof ik? 3. 3 weken, zei ze. Ja, moet je nagaan. En dan zijn ze nu eigenlijk al uit elkaar. En dan zitten ze in een tag team match op de pay-per-view. Oh, wat zal er nou gaan gebeuren, jongens? Oh. Nou, er is gewoon al decentie en het slaat nergens op. Nee, het is gewoon precies, dat is zeker. Ik vind dat eigenlijk een minpunt. Ik vind wel een pluspunt dat Paige wint. Alleen, het voelt niet zo aanstaande. Zelfs dat vind ik een minpunt. Want als het nou Charlotte tegen Becky was geweest, dan was het een ander verhaal. Ja. Want Becky ja. zit in de match. Dus dan doet het nog wat. Maar dit, ja, dit, daar heb je ook weer gelijk. Paige is een outsider, die wint nu. Die wint nu, maar die zit volgende week gewoon weer op Superstars. Dus doet voor haar niks. Dus het helpt niet. Doe het Paige, dan niet. Paige is gewoon over. Waarschijnlijk werden ze daarom... ja, nou, misschien moeten ze dan wat meer met Paige doen dan alleen met dit. Yep, helemaal mee eens. Oké, in ieder geval, dat zijn de dingen die ik echt verschrikkelijk vond aan Raw. Ik vond Raw eigenlijk best wel decent deze week. Dus het zijn een paar kleine dingetjes waar ik maar erger. Kijk, nog een dingetje wat ik wil zeggen over die women's match. Dat was de freaking eerste women's match in fucking 3 weken tijd. En de champion verliest gewoon op Raw. In een 2,5 minuten, hè? Vergeet dat ook niet. Ja, freaking hell, man. Come on. Is echt een... was gewoon kut dit. Heel simpel. Minpunt, absoluut. Ja, nou, dat vond ik ook. Dan gaan we door naar wat zijn nou de echt hoogtepunten van Raw. Nou, dat zijn er een aantal. Ik vond een aantal dingen echt goed. Dus ik ga gewoon beginnen bij het begin. Dus, waar zullen we eens beginnen? Laten we met de tagteams gaan beginnen. Want dat was volgens mij ook mee begonnen is de show. Dus waarom niet? Ja, de show begon met de tagteams. Maar dat vond ik niet echt een echt groot pluspunt. Laten we beginnen bij de John Cena versus AJ Styles contract signing. Boom. Ja, wat valt er daarover te zeggen? Het was echt gewoon een prima segment in mijn mening. Dat de club ook van ringside was, Ben, toch? Wat die weer regel was, geloof ik. Ja. Heel goed aan de mic beide. Ik heb haat aan de mensen die zeggen dat Cena niet goed aan de mic is. Fuck hun. Cena is super goed aan de mic. Er zijn mensen die zeggen van, oh, Cena is de hele tijd hetzelfde, dit, dat. Weet je, ik snap die haat wel, maar Cena probeert tenminste ook nog zichzelf staande te houden met allemaal nieuwe dingen. En aangezien WWE Cena zo weinig gunt, ze willen hem niet heel laten turnen. Cena heeft er meerdere keren gezegd, als ik heel zou willen zijn, dan had ik al lang heel geturnd, maar het mag niet. Maar ja, goed. Dus beide zijn heel goed aan de mic. Ik vind AJ Styles vind ik iets minder aan de mic dan Cena. Heel eerlijk, ik ga niet liegen. Ik vind AJ Styles beter in de ring dan Cena, obviously. En ik denk dat ze daarom ook gewoon hele goede chemistry hebben. Ze zijn beide gewoon main eventers in mijn ogen. En ik denk dat ze hier deze film voor mij apart wel een tijdje gaan duren. Ja, absoluut. En de segment was heel erg goed. Gewoon precies zoals het moet. Lekker healers van AJ en zo. En gewoon een beetje de hero van Cena. Yes, ik ga je kapot maken. Boom, boom. Ja, ik vond het een vrij... Dit is een sterk segment. Cena deed alles eraan in zijn promo om onze Styles over te krijgen. Door gewoon hem echt neer te zetten als een credible threat. Dus props aan Cena dat hij dat doet. Daarnaast, het hele gedoe met 2 contracts is fantastisch gedaan. Het is een hele slimme manier om eventueel de deur open te laten voor een vierde clubmember. En het is ook een slimme manier om dit gewoon een one-on-one match te houden. Dus ik ben excited. Ik ben excited. Dan gaan we door. Wat was er nog meer zo goed aan Raw dan? Nou, de Shield segment. Shield reunion. Shield Ambrose of Silent met Roman Reigns en Seth Rollins. Eerst Dean Ambrose dus, en dan Reigns en Ron
alles erbij. Ik vond niet heel bijzonder wat Ambrose deed voordat Reigns en Rollins er waren. Dus ik ga me daar ook niet heel erg op focussen. Maar ik vond vooral het mic work tussen Rollins en Reigns erg leuk. Heel erg goed gedaan, moet ik ook zeggen. Props. Zeker. Moet je zeggen dat ik Reigns niet zo irritant vond op de mic deze keer. Dat verbaasde mezelf ook een beetje. Ja, maar dat viel mij eigenlijk ook op. Ik had deze week heel weinig te zeggen over Reigns, omdat hij het gewoon goed deed. Het enige wat ik jammer vond, dat terwijl ik dan aan het kijken ben, weet je wel, dan denk ik van, als hij dan iets anders gezegd had, weet je wel. Hij zegt, I'm gonna beat you. Ik had het zo leuk gevonden als hij had gezegd, I will have beaten the man, weet je wel. Dat had veel leuker geklonken. I will have beaten you. Hij zegt, nee, klopt, the man. Ja, het was een beetje zo, boom, meteen niet terug op. I'm the guy, he's the man, weet je wel. Dat, ja, brand paint. Ook gelukkig dat Seth Rollins gewoon in de ring bleef dit keer. En zeg maar niet buiten de ring het rondje zou blijven rennen. Yes. Het was inderdaad wel fijn dat hij ons dat even aandeed. Seth Rollins is trouwens ook goed aan de mic. Heel erg goed. Rollins is heel goed aan de mic. Absoluut, ja. Ambrose die daarachter de hele tijd een beetje stond geniepig stond te lachen. En het fantastisch vond. Vervolgens ja, ook, ze zijn nu echt aan het hinten naar een Shield Triple Threat match. Als die er komt, niet op Battleground. Niet op Battleground. Nee, laat het alsjeblieft op een van de major shows dus nood. SummerSlam gewoon. SummerSlam, anders Survivor Series kan ook. Ja, maar dat is nogal lang wachten. Dan moet je heel veel ertussendoor gaan doen. Dat sowieso. Voor de rest. Wat er na het segment gebeurde. Was ik wel oké mee. Ik had het liever gehad dat er geen brawl was. Ik ben er namelijk niet zo'n fan van de hele tijd brawls. Want Rollins en Reigns hadden tot dusver geen brawl gehad. En die was er nu dus wel. Ik had liever gehoopt dat die er niet was. Dat het echt zo'n big fight feel kreeg, weet je wel. Dat echt... Maar ik ga gewoon wachten tot Money in the Bank, weet je wel. Dan pak ik gewoon je title af, weet je wel. Vanaf Rollins kant dan. Maar oké, weet je. Vond wel leuk asset dat Ambrose standing tall was. Zo van, ja, heel erg. Dat is een heel leuke twist. Die zag ik eerlijk gezegd niet aankomen. Dat vond ik heel goed geboekt eigenlijk. Het geeft aan wat voor character Ambrose is. Precies, hebben ze goed neergezet. Nu zie je ook gewoon die bult op richting de triple threat. Gewoon bam, die dirty deeds. Je ziet in ieder geval dat de seeds er liggen, zeg maar, voor een triple threat. Nou, het is in ieder geval teasen, weet je. Ze hoeven het niet te doen. Ze kunnen ook gewoon wachten op Mania, bij zo'n spreken. Mm-hmm. Maar ja, ze kunnen gewoon... natuurlijk wel nu al een beetje gaan spelen ermee. Zo van, kun je beter testen wat de mensen ervan vinden natuurlijk. Dat kun je altijd doen. Heel erg leuk. Ja, voor de rest, ja. Goed segment dus. Goede segment, absoluut. Een pluspunt. Is er nog iets wat jij echt goed vindt dan wel? Ja, wat ik eigenlijk heel erg goed vond is dat ze gewoon lekker die weer met de Money in the Bank opbouw. Precies eigenlijk zoals het moet. Gewoon lekker singles matches tussen de Money in the Bank en de dates. Want volgens mij was het Cesaro tegen Sami Zayn. Gewoon twee babyfaces tegen elkaar. Heel erg goed. Vond ik wel leuk. Goede adding voor de Money in the Bank. Dan heb je in de main event had je geloof ik Dean Ambrose tegen Chris Jericho. Wat trouwens in mijn mening een fantastische match was. En dan heb je zeg maar het einde met de mega brawls, zoals jij zei. Je bent niet van de brawls, toch? Zei je net. Dus, vond ik het leuk. Dit is echt zo'n Money in the Bank iets. Dit vind ik gewoon. Ja, dat vind ik is niet erg. Worden. Maar ik zit meer met singles feuds. En als toen bij die world title denk ik van, ik denk dat Seth Rollins versus Roman Reigns niet de hele tijd gebrawled hoeft te worden. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dit was gewoon heel erg leuk. Dit was goed voor de Money in the Bank. En aan het einde ook dat ze zeg maar Jericho die tease om te winnen. Van yes, Jericho die klimt op de Money in the Bank. Terwijl iedereen buiten de ring ligt. Op de ladder bedoel ik. En Jericho die pakt de Money in the Bank. Terwijl iedereen knock-out buiten de ring ligt. Was op zich wel leuk gedaan. Maar we weten allemaal dat Jericho niet gaat winnen. Maar dat is een zijzaak. Ik vond het heel erg leuk. Goede opbouw. Goed hype voor de Money in the Bank. Ik zeg dat ze het goed hebben gedaan. Ja, toch wel eigenlijk de betere bult op richting een Money in the Bank, zover ik weet. Want ik vond de andere Money in the Banks de matches wel goed, maar de opbouw waren minder. deze Money in the Bank is erg goed opgebouwd in mijn mening. Dus ik kijk ook erg naar uit, moet ik zeggen. Heel leuk. Oké, nou dan gaan we door. Naar NXT. Vanaf afgelopen woensdag. De eerste NXT sinds de special.
the end of the beginning. Dus we gaan nu een nieuwe chapter van NXT in. Deze nieuwe chapter van NXT begon toch uitermate goed, moet je zeggen. Ik heb namelijk geen dingen aan te merken op deze NXT-episode. Ik vond het een solid episode was. Gehighlight door een hele goede, hele interessante tag team match tussen TM61 en Blake & Murphy en het segment van Finn Balor. Ik denk dat dat toch wel de hoogtepunten waren voor mij, persoonlijk. De tag team match was solid en ik denk dat TM61 in tijd echt een player kan worden. En het segment met Finn Balor waar Shinsuke Nakamura uitkomt en waar ze gaan teasen naar een match tussen hen op Brooklyn 2 en ik zie TakeOver Brooklyn. Shut up and take my money. Echt. Gewoon die kippenvel ook als Nakamura uitkomt. Dat ze de crowd zeg maar meeneuriet op die team. Ja, dat vind ik ideaal. Dan mag die channel voor mij eeuwen doorgaan. De NXT crowds zijn zo fantastisch, man. Ja. Nou, eventjes zomaar tussendoor. Wat vind je van de Authors of Pain? Zomaar even tussendoor. Want een van die goos is een Nederlandse DPW-wrestler. Dat ben ik me zeer bewust van. Naast het feit dat ik die jongen het gun wat hij heeft. Laten we wel wezen. Ik bedoel, ik gun hem al het goeds in de wereld en blablabla. En ik heb respect voor hem dat hij het gemaakt heeft. Naast het feit dat hij een beetje wrestling verneukt heeft voor de westerse wereld. Waarom dan? Nou, heb je hem bij Pau gezien? Hij heeft bij Pau gezeten toen hij net opgepakt was door NXT. Of toen het net naar buiten kwam, hè, dat hij gesigned werd. Mm-hmm. Of hij was al gesigned, ik weet niet. In ieder geval, hij zat bij de WB. En het was rond de tour-tijden. En toen zijn er ook nog vanuit Brian, een ander lid van Dutch Generation X. Hij is lid van het WWE Street Team. Kreeg toen ook een mailtje of de mensen naar Pau wilden. Moest je een mail sturen van als je wrestling fan was, dan mocht je dan naar Pau komen, weet je wel. Mocht je in het publiek gaan zitten. Mm. Ik snap niet wat voor voordeel dat zou hebben. Terwijl je, hè. Maar de manier waarop hij probeerde pro-wrestling uit te leggen, dat is nou niet echt een geslaagd verhaal geweest. Dan moet je doen. Nee. Ik zal het straks proberen op te zoeken voor je. Ik ben in ieder geval trots op dat een Nederlander in NXT zit. Dus. Maar voor de rest, ik weet het niet. Ik vind het ik vind het eigenlijk Kane en Big Show 20 jaar terug. Ja, dus, ondanks tenzij ze echt iets leuks gaan doen, zeg maar. Ze hebben een interessante manier van doen. Mm. Ze hebben gelukkig een manager, want ik kan me niet voorstellen dat een van die twee goede mic skills heeft. Nee. Ja, het is heel, heel erg vooroordelig wat ik nu doe, maar dat denk ik echt. Ja, lijkt me stug inderdaad. Is maar goed dat ze die Hall of Famer erbij hebben gaan, want was ze namelijk ook alweer Paul Ellering of zo? Paul Ellering, de former manager van de Legion of Doom. Precies. Ja, ik weet niet. Ik heb er weinig over te zeggen. Ik ben er positief over zelf, want ik ben meestal wel van die monster tag teams. Daar hou ik altijd wel van. Ik vind hun finisher, was het ook weer die sweep clothesline combo. Een clothesline into a sweeper. Ja, die vind ik op zich wel, vind ik wel wat hebben. Is niet echt een wow finisher of zo, maar voor een monster. Het is echt een monster finisher. Is goed. Ik denk dat ze. Ze krijgen zo'n Russia-gimmick, weet je wel. Daar ben ik altijd wel van, weet je wel. Van zo'n dominant Vladimir Poetin-gasten. Yes. Die gewoon dominerend overberen te komen. Ja, ik vind het persoonlijk ben ik daar wel fan van. Wat andere mensen vinden, dat maakt niet heel veel uit. Ik vind het altijd wel leuk om naar te kijken. En ik hoop dat ze het ver gaan schoppen. Dat is mijn mening erover. Dan had je volgens mij nog een Carmella. Een Carmella-match, ja? Geloof ja, Carmella tegen de dochter van Tony Blanchard. Geloof ik. Wat vond je daarvan? Ik heb namelijk zelf al gekeken. Ik heb alles gekeken, maar ik kijk altijd alles. Mm-hmm. Wat vond je van die match? Vond je daar nog iets speciaals aan? Of, Nee, het was gewoon squash voor Carmella. Ja, precies. In die Baker Murphy, zoals je eerder zei, is wel leuk dat ze die bij elkaar houden, gelukkig maar. Nou, ik hoef niet alles van NXT te bespreken, maar kijk, dingen zoals dit, ze moeten nu gewoon weer opbouwen. Ja, en daar geef ik ze de tijd voor, maar ik vond het een vrij solid episode. Precies. Ty Dillinger is trouwens mijn boy. Ik wil echt die shirt hebben. Perfect 10, jongens. I'm the perfect 10 and you're not. Echt geweldig. Dan gaan we naar SmackDown. SmackDown van afgelopen donderdag. 16 juni 2016. Shoot. Is er iets wat jij slecht vond als SmackDown? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik SmackDown de laatste tijd heel weinig volg. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik,
Ik kan meestal niet echt meer genieten van SmackDown. En ik hoop, ik zit echt naar de brand split uit te kijken. Dan ga ik het waarschijnlijk pas weer fanatiek volgen. Het enige wat ik een beetje kan herinneren, geloof ik. Ik heb zelfs SmackDown nog niet eens heel erg goed gevolgd. Dus als jij het even voor me over wil nemen op het moment, dan zou het heel fijn zijn. Oké. Ja, ik weet niet. Ik vond SmackDown best wel een solid episode deze keer. Ik denk dat de highlight reel nog eventjes een segment met alle Money in the Bank contestants. Nou, prima, weet je wel. Ja, eigenlijk hebben ze toch wel een goede manier gehad om de go-home show van SmackDown te doen. Dus ik ga niet bitchen op SmackDown deze keer. Nee. Er zijn niet echt dingen waarvan ik denk van, oh, dat is echt verschrikkelijk gedaan of zo. Nou, ik zit nu trouwens net even te kijken en ik heb toch wel wat puntjes. Wat ik op zich wel goed vond, dat is gewoon weer de Money in the Bank opbouw. Volgens mij was de main event was een six-man tag, dat weet ik dan weer wel. Het was Dean Ambrose, Sami Zayn tegen de heels Owens, Jericho en Alberto Del Rio. De heels verloren. Dus, was 12 minuten match. Was een solid match. En Xavier Woods en singles action, waar blijkbaar ook heel veel mensen tevreden over. Tegen AJ Styles. Gekke match trouwens. Ja, ik vond SmackDown wel solid dan. Ja. Toch wel een paar decent puntjes van SmackDown. Volgens SmackDown was het goed. Ja. Voor de rest, ja, ik vond een goede SmackDown. Ik ben daar eerlijk in. Ik heb niet zoiets gehad van, ik heb echt geen zin om SmackDown te kijken of zo. Als ze nou nog eens afgronden komen van al die Raw recaps, dan... Thank God for not the golden truth in action. Holy shit. Oh man. Ik ben daarvoor blij mee, hè. Ja, nou, dat is een al 20 minuten waste van je screen. Dus een decent SmackDown. Niet zoveel op aan te merken. Gewoon opbouw voor de hoogte, voor de matches, zeg maar. Geen Rollins en Reigns, maar dat zijn meer videopackages die zijn geaird. Dus voor de rest is prima. Ja. Mee eens. Zijn er nog dingen in de wrestlingwereld waar jij het over wil hebben, Sjoerd? Zijn er nog dingen die jou op zijn gevallen deze week? Of... Gewoon in de wrestlingwereld in het algemeen, hè? Of ja, het gaat alleen over WWE. Ik zou het wel even bij WWE laten, zeg maar. Mm, ik heb eigenlijk wel wat. Ik vind NXT elke week een genot om naar te kijken. Dat is absoluut... ik vind NXT sowieso al beter dan SmackDown. SmackDown, toon ik eigenlijk best weinig aandacht aan. Omdat gewoon vanwege het feit dat het meestal recaps zijn van Raw. En dan pay-per-view video packages, weet je. Ik heb daar gewoon allemaal geen zin in. NXT, daar kan ik gewoon elke week beter naar kijken, weet je. Kan ik echt heerlijk van genieten. En ik zie gewoon de toekomst van WWE, zeg maar, gewoon heel erg bright, weet je. Ik heb er wel zin in. Mm-hmm. Maar, ja, wat wil je precies mee zeggen? Wat ik ermee probeer te zeggen is dat er heel veel talenten in de WWE op het moment zijn. En dat ik gewoon voor heel veel van de bepaalde mensen gewoon een goede toekomst zie. En dat ze het ver gaan maken. Met name zoals AJ Styles. Is niet echt een jonge gozer naar ervan. Maar aangezien de beginnende wrestler in WWE. Doet hij het zover gewoon heel erg goed. Ik heb niks anders te zeggen. Een perfect heel op het moment. Ik ben blij dat ze hem heel hebben geturnd trouwens. Ja. Dus dat moet ook zeker gezegd worden. Dat hij het ver gaat maken hier. En hij is mum van tijd. Is hij al een big main event star. Ik denk eigenlijk dat niemand dat echt aan zou komen eerlijk gezegd. Het doet echt heel erg netjes. Dus eigenlijk gewoon dat de toekomst van WWE gewoon heel erg goed eruit ziet, in mijn mening. Wat vind jij ervan? Ja, natuurlijk. Ik ben zeker een fan van NXT en alles wat ze doen. Maar ik hoef daar niet veel over te zeggen, vind ik. Want het is vrij logisch. Mm-hmm. NXT doet gewoon wat het moet doen. En het is een goede developmental brand. En ze halen gewoon top talent binnen omdat ze zo goed zijn. Niet omdat... mensen die daar nou zitten, weet je wel, vooral mensen die nu van TNA komen, zoals Bobby Roode, die zouden nooit gaan werken als Vince daar zat, maar die hadden, dat denk ik hoor, maar die weten gewoon dat Triple H in dit geval wel gewoon respect heeft voor wat je vroeger gedaan hebt, en je niet gewoon in de trash gooit omdat je van TNA komt. Ja. Net als toen de tijd met WCW. Ja. Goh. Maar goed. Ik denk dat we dit hierbij gaan laten, Sjoerd. Is goed, nou heel duidelijk. Dan zeg ik tegen onze luisteraars, tot de volgende keer. Doei.